In Stip Oost is tot 1 juli nog een expositie te bezoeken, gemaakt door leerlingen van het Montessori College. De opdracht was om inspiratie te halen uit een beeld van Ed van Teeseling, roeiende jongens uit 1959. Ja, we zijn in Stip Oost en hier is op dit moment een tentoonstelling van onze kunstwerken. Uh, wij moesten een kunstwerk uh, maken geïnspireerd van het kunstwerk van Ed van Teeseling, uh, De Roeiende Jongens. En uh, we moesten onze eigen gedachten daarbij loslaten en vanuit daar ons eigen kunstwerk creëren. Uh, nou, Ying en Yang staat voor het tegenovergestelde. En um, wij associëren het bootje met de vluchtelingenprobleem dat er nu is. En allemaal mensen hebben er verschillende meningen over. En wij hadden zoiets als je die samen bundelt, dan kom je tot een oplossing. Vandaar tegenovergestelde Ying en Yang. Ja, ik, ja, het heet zeg maar de roeiende jongens en ik vond het... Uh, ja, dat ze zeg maar naar de overkant groeien en daar hebben ze een peddel bij nodig zeg maar. Het was best wel vrij. Het moest wel over uh, dat kunstwerk gaan van Ed van Teeseling. Maar verder mochten we wel zelf weten wat we gingen doen zeg maar. Er waren drie andere beelden waar we ook nog uit mochten kiezen. Dat was het vliegende paard, dacht ik. Een meisje met een rugzakje en... Nog een meisje dat zit op een bankje. Daar mochten we ook inspiratie uithalen.